Ik blijf het toch een bijzonder gezicht vinden. Die bomen die zo drijven op het water in de Rotterdamse Rijnhaven. Ja, het drijvend bos wordt het hier wel genoemd. En dat kan omdat die bomen in grote zeeboeien zijn geplaatst. Nou, het stormseizoen gaat bijna beginnen. En dat betekent dat dit bos onderhoud nodig heeft. Er moet gekeken worden of die boeien nog helemaal in orde zijn om harde wind en het koude weer van de komende tijd te kunnen doorstaan. Dus dan gaan we even kijken of alle stormhoezen nog goed zitten. Dat dus de golfslag niet in de boeien komt. Het kan hier vreselijk spoken. Golven van een meter, anderhalf. Dus ja. Dan, gaat die boom helemaal heen en weer? Ja. Dit is een drinkwaterboot. Wij bevoorraden alle schepen in de haven van drinkwater. Ja. En dan ook een paar keer per jaar naar dit drijvende bos. Ja, dat hebben we als sponsoractie. En dan zijn we ook met de open dag aanwezig geweest. Dus met de bomen zetten, toen hebben wij ze water gegeven. Ja. En wij houden het bij. Ja. Want hoeveel liter water zit er nu? Want het is een boei waar die in zit. Daar zit water in. Ja, daar gaat 700 liter water in. Maar ja, hij is ook niet helemaal leeg. Dus nu gaat het een beetje 300 liter bij. Je zou denken dat we helemaal geen water te hebben, want er is al genoeg water, toch? Ja, het water hier alleen is brak, zilt. Er zit zout in. En als die golven dus de boei inkomen, dan treedt de verzilting op bij de boom, bij de wortels van de boom. En dan kan die boom niet tegen. Het is een Hollandse iep, die kan wel goed tegen het schommelen van het water, alleen niet tegen het zout. Dus vandaar dat we een stormhoes omheen hebben gedaan en dat we ze af en toe even water geven.